Welkom bij het Haags TV-journaal van donderdag 13 april. Vandaag in het nieuws: kinderen genieten van internationale kinderspeeldag. Joods monument dat op het Rabijn Maarseplein moet komen is bijna klaar, maar eerst: jong en oud gaat sporten tijdens de tweede editie van de Stadspelen. Wat voor twee eigenschappen heb jij voor de Stadspelen? Sportief en gezellig. De tweede editie van de Stadspelen zijn gisteren van start gegaan in stadsdeel Eskamp. Jong en oud kan de komende weken in heel Den Haag gratis meedoen aan sportieve activiteiten. De gemeente wil alle Hagenaars in beweging krijgen door ze kennis te laten maken met verschillende sporten. Sport maakt Den Haag sterker. En dat is gebleken in al die jaren dat we enorm geïnvesteerd hebben in sport. Maar tegelijkertijd zien we dat de sportparticipatie achterblijft. Zo'n 74% van de Hagenaars sport op dit moment. En wij willen gewoon dat het 100% wordt. En ja, sporten is fun, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk heel erg goed voor je gezondheid. Dus dit alles komt bij de Stadspelen, zeg maar, heel nadrukkelijk samen. In elk stadsdeel vinden er voorrondes plaats en de winnaars gaan de strijd met elkaar aan tijdens het grote slotevent in de sportcampus Zuiderpark. De eerste finalisten van de 4x4 voetbalcompetitie zijn al bekend. We hebben een winnaar voor SDO F8. Hey! De finale van de Stadspelen is op 1 juli. Een monument ter herinnering aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse Hagenaars. Het moet dit jaar worden onthuld in het hart van de voormalige Joodse wijk in Den Haag op het Rabijn Maarseplein. De Haagse kunstenares Anat Ratsabi heeft het ontwerp gemaakt en dat roept emoties op. Er komen veel emoties naar boven, want je leest veel. Ik ging op onderzoek. Je gaat niet alleen maar terug naar wat er gebeurd is, maar wat voor invloed heeft het monument op de maatschappij, op het leven, op voorbijgangers. Dus je gaat ook inleven in dat proces. Het monument is bijna klaar en bestaat uit verschillende elementen, waaronder twee koffers en een deur. Deze element komt op de relief. En ik ben aan het voorbereiden om voor een siliconen maal. Dat wordt gegoten als voorbereiding voor het bronsproces. Er komt een deur op een kier. Dus het is half open, half dicht eigenlijk. En het symboliseert eigenlijk voor een deel ontsnapping. Dus dat zou een mooie mogelijkheid kunnen zijn. En voor een deel is het dicht eigenlijk. Dus dat maakt je bewust van eigenlijk, er was geen redding voor de mensen. Wel, er waren wel mensen die wel hebben geholpen, maar een groot deel niet. Anders zou het niet gebeuren. Dus voor hoop en ontsnapping. Ook komt bij het nieuwe monument een herdenkingsplek met 6 zitplaatsen waarop aan beide kanten het symbool van 1 van de 12 stammen van Israël is aangebracht. Het is volgens de kunstenares symbolisch voor het terugvinden van je verloren identiteit. Op het moment dat je wordt gedeporteerd en zo haastig dingen moet inpakken en weet je niet, je lot is niet meer in je handen. Je verliest je identiteit. Je bent gewoon naakt. De Haagse vindt het belangrijk dat men stil blijft staan bij de in totaal 6 miljoen vermoorde Joden. Het onderwerp is gewoon een kern van de maatschappij eigenlijk. Hè? Dat wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog is niet alleen maar gerelateerd naar het Joodse volk, maar naar de mensheid. Wat de mensheid kan. Wat men elkaar aan kan doen. En daar kunnen we heel veel lessen uithalen. Het monument wordt symbolisch verbonden met de al bestaande gedenktekens op het plein, het Joods kindermonument en de plaquette Rachel weent en moet dit jaar te zien zijn. Op het Schubertplantsoen in Transvaal is voor de 19e keer de internationale kinderspeeldag georganiseerd. De speeldag is een initiatief van de stichting Haagse Hopjes Transvaal. De stichting Haagse Hopjes die heeft op 6 pleinen in de wijk Transvaal een container en van daaruit lenen ze speelgoed uit aan kinderen in ruil voor goed gedrag. En dat kan voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Een groot succes, begrijp ik. Heel groot succes. Dit jaar bestaan we 20 jaar. En dat gaan we vieren met dit soort activiteiten. Kinderen krijgen poffertjes. En er komen ook heel veel sportactiviteiten. Sport vinden wij ook heel belangrijk. En we hebben heel veel
ja, op de website kunnen de kinderen het zien, heel veel sportworkshops. Naast de activiteiten die zij organiseren is de stichting vooral trots op het feit dat zij dit kunnen doen met een grote groep vrijwilligers. Ja, al zo'n beetje 20 jaar doen we de activiteiten ook. En er zijn vrijwilligers die lopen al 18, 19 jaar mee. En daar ben ik heel erg trots op natuurlijk. Er zijn ook Haagse hopjes in andere wijken en buurten, maar ik begreep dat die wat minder actief zijn dan jullie in Transvaal. Ja, wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers die meedoen met de activiteiten. Ik denk dat daar meer spirit in zit. En ja, wij hebben de tijden van open zijn en dan moet iedereen gewoon aanwezig zijn. En ze zijn er ook. En wij hebben geen buurthuizen waar wij onze medewerkers onder kunnen brengen. Dus wij zijn lekker altijd open en zo hoort het ook. In augustus viert de stichting haar 20-jarig bestaan. Wat zouden jullie nou nog willen? Wat wij zouden willen? Een beetje meer vrede. Ik denk dat zou ik graag willen. Ook op alle pleinen. De prijs van een tweede parkeervergunning in Den Haag moet weer omhoog. Daarvoor pleit D66. Het aantal aanvragen voor een tweede vergunning is fors gestegen. En dat komt volgens D66 vooral omdat de prijs is gehalveerd. De parkeerdruk is volgens de partij vooral toegenomen in wijken die toch al vol stonden met auto's. Waardoor er nu nog minder ruimte is voor fietsers, spelende kinderen en groen. Supermarkt Jumbo in winkelcentrum Megastores is per direct gesloten. Gesprekken tussen de eigenaar van Megastores en Jumbo over de renovatie van het winkelcentrum zijn stuk gelopen. Jumbo moest verplaatsen en daar konden beide partijen het niet eens over worden. Megastores wordt ingrijpend verbouwd, zodat het winkelcentrum meer bezoekers gaat trekken. De eigenaar probeert nu een andere supermarkt aan te trekken. Haagse horecaondernemingen en bewoners van de binnenstad vinden dat de gemeente maatregelen moet nemen tegen geluidsoverlast in gebieden waar horecabedrijven 24 uur open mogen zijn. De gemeente zou bijvoorbeeld geld beschikbaar moeten stellen voor de isolatie van woningen. De ondernemers in de binnenstad vinden al langer dat de geluidsnormering voor hun horeca niet haalbaar is. Die ligt nu op 40 decibel. Veel te laag vinden de horecabazen. Bewoners zeggen juist last te hebben van het uitgaanspubliek en klagen bij de gemeente. De gemeenteraad praat binnenkort over de kwestie. Tijdens alle Mondriaan-gekte heeft het gemeentemuseum nog meer op het programma staan. Morgen opent de tentoonstelling Rumoer in de stad, de schilders van 80 haar deuren. En het Haags TV-journaal nam alvast een kijkje. Het is een groot overzicht van de schilders van 80, voor het laatst in 1991 in het Van Gogh Museum te zien geweest. Dus dat is een hele lange tijd geleden. De schilders Breitner, Isaac Israels, Willem Witse, Jacobus van Looy, alle topstukken van de Nederlandse musea met heel veel verrassingen. Uit particuliere collecties en de fantastische collectie van het gemeentemuseum. Met man en macht werd er de afgelopen dagen hard gewerkt. Ja, we liggen wel voor op schema, want we wilden echt voor Goede Vrijdag wilden we open zijn. En dat gaat lukken. Nee, we hebben verschillende zalen gemaakt. Een zaal over verstilling, een zaal echt over de rumoer waar je het gedruis bijna voelt in de zaal opkomen. En allerlei verschillende thema's geven ook die verschillende belevingen van de stad weer. Maar alles bij elkaar met 200 objecten is een heel gedruis. Nou, wat je ziet is dat die kunstenaars werden opgeleid door de schilders van de Haagse school. De tentoonstelling begint daarom met de leermeesters van deze kunstenaars. Hele vroege werken van Vincent van Gogh die hier in Den Haag begon. Ook vroege werken van Breitner. Prachtig achterbuurtje hier in Den Haag uit de collectie van het Rijksmuseum. 1882, echt het beginpunt. En dat is het vertrekpunt van deze tentoonstelling. Het begon in Den Haag en dat is belangrijk. De tentoonstelling is nog tot en met 5 november te zien in het gemeentemuseum. Dan het weer. Morgen is er overdag veel bewolking, maar laat ook de zon zich af en toe zien. Later in de avond neemt de kans op regen toe. De middagtemperatuur wordt zo'n 12 graden. Zaterdag is er in de ochtend nog veel zon, maar 's middags wordt het bewolkt en is er kans op een bui. De middagtemperatuur ligt dan rond de 11 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. In de Keizerstraat vindt de 4e editie van het festival Hipfest plaats. Op verschillende locaties als Your Place, Meneer Chocola en De Snoeshaan zijn optredens van bands als Yellowgrass, Laura Palmer en Pat Smit. Tot zover het Haags TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.